dames en heren. Goedemiddag, hartelijk welkom in dit prachtige gebouw waarin de kelder het Brandweermuseum gevestigd is. En dat is ook de reden dat wij dat vandaag hier organiseren. Aanstaande maandag is het, zou Jan van der Heijden 375 jaar geworden zijn. En het begint langzaam een traditie te worden dat we zijn verjaardag vieren. Dus dat doen we vandaag met de lezing van Gerard Koppers. Mijn naam is Gerard Koppers. Ik heb wel eens wat gepubliceerd over de brandweergeschiedenis. En op basis daarvan ben je al gauw bekend als brandweerhistoricus. Ik kom ook uit Amsterdam. Dat kunt u af en toe wel horen. Vooral als ik op dreef begin te raken. En dat betekent dus ook dat ik veel te maken heb gehad met de overblijfselen. Of datgene wat Jan van der Heijden heeft nagelaten aan ons en aan de brandweer. En dan denkt u, om het in brandweertermen te houden, wie de fik is Jan van der Heijden? Jan van der Heijden is een bekend kunstschilder, maar hij heeft voor de brandweer ook heel veel betekend. Ik ga proberen u dat allemaal een beetje uit te leggen. Waarom doen we dat vandaag en waarom doen we dat hier? Kees zei het al, we vieren eigenlijk maandag aanstaande zijn 375ste verjaardag. Tenminste, dat zou hij gehaald hebben als hij was blijven leven. Dat is hem niet gelukt. Ze zijn verhuisd naar Amsterdam in 1646 en hij werd daar, onze Jan van der Heijden werd daar opgeleid tot glasschilder. Nou is glasschilder wat anders dan een jeneverglaasje bekrassen. Het is dus werkelijk het maken van complete schilderijen op de binnenkant van het glas, wat dan later ergens in een lijst op een doek of op een plank geplakt werd. Hij kon dus al fantastisch tekenen en schilderen. En omdat hij op glas moest kunnen schilderen, moest hij ook heel gedetailleerd kunnen schilderen. En dat kon hij goed, dat talent had hij, daar heb hij veel gebruik van gemaakt. Het oude stadhuis wat u daar ziet, brandde af in 1652 op 7 juli, dit gebouw. En daarachter waren ze op dat moment, dat zie je hier haast niet, waren ze op dat moment al bezig met de bouw van het nieuwe stadhuis. Dat gebouw staat er nog, het nieuwe stadhuis, de meeste mensen kennen dat als Koninklijk Paleis. Maar het is dus gebouwd als stadhuis van Amsterdam. Dat was al in aanbouw op het moment van de brand in 1652. En Jan van der Heijden was daar getuige van. Die heeft zich staan ergeren en staan verbazen. Dat hij getuige was, denken we ook te kunnen bewijzen aan het feit dat hij heeft zelf een schilderij gemaakt of een tekening gemaakt van die brand. Dit is namelijk van Jan van der Heijden zelf. Dit is een tekening van meneer Beerstraten of een schilderij van meneer Beerstraten. En op deze tekening van Jan van der Heijden zijn brandspuiten te zien die toen nog niet bestonden. Het zijn brandspuiten en zijn systeem. En hij laat zien hoe het met zijn systeem was gegaan als ze die spullen hadden gehad. Wat hij op die tekening ook laat zien, dat hij er zelf bij was. Want een uitvergroting van dit detail is dit. En dan zie je als enige burgers die geen functie hebben op het terrein van de brand, een vrouw en een ongeveer 15-jarige jongen lopen. Zou dat Jan van der Heijden met zijn moeder geweest kunnen zijn? De eerste keer dat hij van zich deed spreken, naast zijn talenten als schilder, was dat hij de uitvinder was van het nachtleven. Hij heeft namelijk, dankzij zijn eindeloze geduld en zijn gevoel voor detail, de straatverlichting uit kunnen vinden. En dat wil niet zeggen dat hij lantaarns heeft uitgevonden, want die waren er natuurlijk al. Maar hij heeft een systeem bedacht waarbij lantaarns zo lang mogelijk zonder roet gingen branden, zodat de ruitjes niet besloegen of donker werden, door op tijd de lucht te laten afvoeren via een speciaal geconstrueerd schoorsteentje, speciale olie gebruiken. Nou, helemaal uitgerekend hoe lang dat pitje moest branden om te zorgen dat hij op tijd aanging en op tijd uitging. Door die details kon hij een goed functionerende straatverlichting ontwerpen. Die heeft hij in Amsterdam kunnen introduceren in 1669 en dat was zijn eerste grote verdienste. Want Amsterdam werd een stuk veiliger. Je kan je voorstellen met al die grachten en de duisternis dat er nogal wat mensen te water raakten. En het was levensgevaarlijk om 's nachts en 's avonds over straat te gaan in Amsterdam. Nu ook wel, maar een beetje op een andere manier natuurlijk. Dankzij zijn straatverlichting konden nu ook 's avonds de bordelen en herbergen open blijven, want de klanten konden redelijk veilig naar huis. Dat had hij niet bedacht. Want hij was een best wel streng gelovig mens. En hij had helemaal niet de bedoeling om het kwaad zich te laten vermenigvuldigen. Dus het was een onbedoelde bijverschijnsel.
Maar hij heeft dus toch het nachtleven in Amsterdam uitgevonden. En Amsterdam was dus in tegenstelling tot wat vele anderen denken, eigenlijk de eerste lichtstad van Europa. Naast die straatverlichting heeft hij ook heel verdienstelijk gewerkt als schilder, tekenaar, etcher, graveur, noem het maar op. Hij had, ik zei het al, erg veel oog en aandacht voor detail. En dat maakte hem zo bekend. En dat maakte hem ook zo beroemd op het laatst. Want dankzij zijn schilderijen, waarop details te zien zijn die bij andere schilders niet te vinden waren, kon hij, met name de afbeelding van het stadhuis van Amsterdam, waar we zo graag mee pronkten als Amsterdammer, over de hele wereld exporteren. Je ziet dus ook die afbeeldingen nog in Italië terechtkomen. Je ziet zijn schilderijen ook in het Louvre nog hangen. Een paar van zijn schilderijen zijn heel hoog gewaardeerd. En in 2006 is er nog eentje geveild voor 6,7 miljoen euro. In 1672 werd Nederland belaagd van alle kanten door de Fransen. En in die tussentijd waren de gebroeders Jan en Nicolaas van der Heijden druk bezig om Amsterdam te helpen sterker te worden tegen een eventuele aanval. En een eventuele aanval ging ook toen, net als in de laatste oorlog, gepaard met vuur. Want als een stad belegerd of beschoten werd, was het de bedoeling om die stad in brand te schieten. Als je dan een goed functionerende brandweer had, dan kon je daar heel veel schade mee voorkomen. Dat was de taak die de gebroeders van der Heijden eigenlijk kregen en waar ze zich heel enthousiast aan gewijd hebben. Ze zijn begonnen met het verbeteren van de oude brandspuiten die toen de tijd uit Duitsland geïmporteerd werden. En die werden wat handzamer gemaakt, want dat waren grote dingen, zoals dat apparaat daar links. Dat waren kolossale kasten. Daar moest het water ingegooid worden in die ton. En vervolgens moest er gepompt worden door een aantal mensen. Die kringen die waren heel groot. Die moesten gesleept worden met een paar paarden naar de plaats van de brand. Dus je kan je voorstellen, dat duurde even voordat het gebeurde. Daar moesten ze gevuld worden met emmers, met behulp van emmers. Moesten ze gevuld worden met water. En dan werd het water door het pompen omhoog gespoten. En met een beetje geluk raakte je dan de brand. Ze konden daarmee kleinere, effectievere pompen construeren, zoals deze. Dat was een pomp uit het fabriekje van Jan van der Heijden. Daar had je geen paarden voor nodig. Die kon je gewoon met een paar man naar de brand slepen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een windketel kwam. Dat er een speciale waterpomp kwam, waardoor je het water vanaf de wallenkant naar de pomp kon brengen, zodat je die emmertjesbrigade kwijt was. Dat heeft honderden mensen gescheeld bij de eerste de beste brand. Want die mensen liepen elkaar natuurlijk in de weg. Wat hij ook gedaan heeft, omdat zijn spuiten kleiner en handzamer werden, hij zegt, nou, als ik dan toch zo'n kleine spuit heb, die toch hetzelfde kan als die oude, zet ik hem lekker op een vlot of in een bootje. Dan kan ik ook aan de buitenkant, dat alles gebeurde toen nog in het water, kan ik ook aan de buitenkant van een brandend schip komen. Daar had je een windketel voor nodig, daar had je vacuüm voor nodig. Het waren allemaal technische verbeteringen, waardoor die dingen uiteindelijk ideaal zijn geworden. Zodanig ideaal dat de brandspuiten uit de fabriek van Jan van der Heijden, die op het laatst gemaakt werden, in stand gebleven zijn en nagemaakt werden tot aan de jaren 40 van de vorige eeuw. Dus in de jaren 30 en 40 maakte men nog steeds handbrandspuiten naar het ontwerp van Jan van der Heijden. In elke wijk kwam een brandspuiter staan en hij zorgde ervoor dat er in elke wijk genoeg mensen waren om die brandspuit te bedienen. En het waren er dus geen honderden meer die je nodig had omdat die emmertjes er niet meer waren. Dat waren er maar 36 en die kon je van tevoren aanwijzen. Je gaf ze een penning, je gaf ze een functie, je gaf ze een naam en dan zei je, jij hoort bij de spuit, als het brand is, dan kom jij met die spuit naar de brand. En het waren allemaal mensen uit de wijk zelf. En die wilden wel, want als er brand was in de wijk, was het hun eigen huis dat ook in gevaar werd gebracht. Dus ze waren en snel, want ze waren toch al in de wijk. En ze waren dubbel gemotiveerd, want het was hun eigen huis misschien wel wat er in de fik zou kunnen staan als ze het vuur niet op tijd konden blussen. En ze kregen een premie als ze de eerste waren die de brandslang uitgerold hadden. En een boete als ze niet opkwamen dagen. Want dat kon je dus zien door ze allemaal een penning te geven. Die moesten ze inleveren. En als jouw penning er niet bij zat, dan was je er dus niet geweest, kreeg je een boete. Maar de leidraad oefenen bij de brandweer een begrip is eigenlijk ook al een uitvinding van die Jan van der Heijden. Want door dat twee keer per jaar verplicht te oefenen met die brandspuit, hield hij de mensen vaardig en hield hij zijn spuiten heel. Want als die mensen niet weten hoe ze met die spuiten en die moeizaam beweegbare
leren slangen om moesten gaan. Dan verpesten ze de boel natuurlijk als ze brand was. En dat moest hij niet hebben, want het was de goede naam ook waar hij reclame mee moest maken. Want doordat hij zulke goede brandspuiten maakte, doordat zijn brandweerorganisatie zo goed functioneerde, maakte hij dus ook reclame. Jan van der Heijden heeft een brandspuit uitgevonden, heeft het mogelijk gemaakt om branden te blussen. En daardoor, dat heet dan modern de veiligheidsparadox, zijn mensen dus onveiliger gaan handelen. Want wat zou je je druk maken? De brandweer komt toch wel als er brand is. Dus ik hoef niet meer zo voorzichtig te zijn. En dat is ook stiekem aan in onze samenleving zo erin gekropen dat we niet meer zo voorzichtig hoeven zijn, want de brandweer komt toch wel. Tegenwoordig 1 telefoonnummer, overal. 1 alarmcentrale voor heel Nederland misschien wel. Ze zijn er binnen no time. 8 minuten staat er in de wet, dus ze komen er. Dus wat zal ik me druk maken? Waar is mijn verantwoordelijkheid als burger nog? En dat wil de brandweer toch weer een klein beetje terugdraaien. Wij gaan als brandweer, zegt de brandweer dan, niet opknappen dat jij onveilig wil zijn, dat jij dom wil doen. Dus daar moet je zelf ook wat voor doen. Dus we gaan de branden weer terugbrengen, of we gaan het besef van brandveiligheid weer proberen te brengen naar voor de tijd van Jan van der Heijden, waar iedereen wel dacht van, ik kijk wel link uit dat er geen brand komt bij me, want dan moet ik A voor de schade opdraaien en B de hele zooibrand af als ik niet uitkijk. Dus we moeten voorzichtiger worden. Net zo voorzichtig als voordat Jan van der Heijden het mogelijk maakte om branden effectief en efficiënt te blussen. Met die gedachte gaan we ons bepalen als brandweer in de toekomst op het blussen van branden die we niet hoeven te blussen omdat ze niet ontstaan. Dat is veel beter, veel veiliger, veel fijner voor de mensen. Want als je een brand hebt meegemaakt, ook als brandweermens, en je komt binnen ergens waar een brand geweest is, dan zie je pas hoeveel ellende het is. Dat mensen hun hele verleden kwijt zijn. Dierbare spulletjes, hun huisdieren, mooiste kleren. Er is niks vervelender om daarvan de resten te moeten zien. Van een ander niet en van jezelf niet. Dus we proberen ervoor te zorgen dat die branden niet meer uitbreken door mensen bewuster te maken en veiliger te helpen worden. En dat is dus de nieuwe taak van de brandweer. Dat wordt de nieuwe koers en we gebruiken de sterfdatum van Jan van der Heijden, 300 jaar na datum, gebruiken we als moment om dat nieuwe beleid, die nieuwe gedachten uit te dragen. En dat is de reden waarom de brandweer zo enthousiast bezig is met het herdenken van Jan van der Heijden. Niet vanwege het historisch besef, want het zijn allemaal doeners en ze denken graag vooruit. Maar gewoon vanwege het feit dat er toen een andere manier van brandblussen kwam. En dat we nu weer naar een andere manier toe gaan. Ik hoop dat het u duidelijk is geworden wie het is. Wie het was en waarom hij zoveel credits verdient. Dat hij zoveel betekend heeft voor de veiligheid van Nederland. En dat we dat indachtig ook voor onszelf toepassen. Wat Jan van der Heijden mogelijk gemaakt heeft, gaan wij weer terugdraaien en wij gaan ervoor zorgen dat ons eigen leven weer veiliger wordt.